Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een korte boodschappenlegging doen. Te beginnen bij de ram. Wat mag de ram horen? Oeh, hij ligt er al. Het is een slecht moment, maar waarvoor? Het is een slecht moment. En het kan ook zijn dat iemand anders het verkeerde moment uitzoekt naar jou toe. We gaan verder kijken. Kijk nou eens. Je mag op je dromen letten. Ik heb het gevoel dat er hier een ram is die een enorm verlangen heeft. Een enorm verlangen. En op een of andere manier komt het nog niet tot realisatie, omdat het niet het goede moment is. Je dromen geven jou aanwijzingen. Ik ga de rondjes erbij halen. Ik wil het echt heel kort houden, maar soms lukt het gewoon niet. Let op je dromen, je krijgt aanwijzingen. En het kan heel goed zijn dat je verlangen in een andere vorm via een omweg op een later moment wel wordt ingevuld. Ja, dat is wat ik hier zie. Je hunkert ergens naar en ik weet niet wat het is, dat weet jij. Kijk eens, dogs, getting together with friends. Je gaat op stap met vrienden. Of je wil dat, maar ik heb niet het gevoel dat dat je verlangen is. Het kan zijn dat je je eenzaam voelt op dit moment. En dat je eigenlijk heel erg de verbinding mist. Met oude bekenden, met nieuwe mensen. En dat je een beetje bent geïsoleerd geraakt. En dat je dit ook in je gedachten hebt. Maar voor de andere rammen betekent dit dat je lol gaat maken met vrienden. Om juist dat verlangen een beetje te compenseren. Er zit iets in je hart wat je zo ontzettend graag vervuld wil zien. Maar het is niet het goede moment, lieve ram. Je mind gaat sneller dan je pad. Je hebt nog even geduld te hebben. Het is niet anders. Ja, let op je dromen. Kijk eens, de wijsheid van het orakel. Rechtvaardig. Ben je 38 misschien? Er is iets wat jij zo graag wil en het lijkt wel alsof je jezelf er ook van overtuigd hebt dat je er recht op hebt. Dat je beloond mag worden na zo ongelooflijk veel ploeteren, na zoveel vergissingen. Ik heb het gevoel dat er hier een ram is die zo vaak teleurgesteld is. En dat kan zijn in een jaar, dat kan zijn in 3 jaar. En dat je op een of andere manier jezelf afvraagt, wanneer komt het nu voor mij? Hou vol, lieve ram. Hou vol. We gaan naar de stier. Wat is er voor de stier? Ik ben heel benieuwd. Lieve stier, wat moet je weten? Waar ben je mee bezig? Kijk eens, hij valt er al uit. Je mag op je geld letten. Misschien ben je gestopt met werken. Ben je met pensioen aan het gaan, waarbij je toch een beetje meer terug moet gaan kijken op van hoe moet ik het gaan rooien? Let op je geld. Er komt een uitnodiging naar je toe. Ik wil nog een kaart. Ik wil nog een kaart, want ik wil kijken van wie die uitnodiging is, of we daarachter kunnen komen. Er komt een uitnodiging. Wat fijn. Ik spreek het uit en er ligt een antwoord klaar voor jou, lieve stier. Een diepe spirituele connectie. Ik denk dat je diegene al kent. En diegene gaat je uitnodigen om gezellig ergens te gaan eten. Jullie moeten heel nodig bijpraten. Dat is wat ik heel duidelijk zie. Het is tijd om bij te praten. Je wil je hart luchten. Je wil met iemand praten die jou begrijpt. Die aan 2 woorden genoeg heeft. Omdat diegene daar ook... Ik hoor nu opeens, I've been there. Iemand die weet waar jij het over hebt. Iemand die jou snapt in je gevoel.
ben heel benieuwd. Chain of events that will affect your life. Er komt een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Ik vertaal het even letterlijk. En die gaan een effect hebben op jouw leven. Ik denk dat dat heel leuk is. En ik denk ook dat het te maken heeft dat het voortkomt uit die connectie. Het kan heel goed zijn dat deze connectie jou mee gaat nemen in een andere wereld. Misschien zit je tussen de verkeerde mensen op dit moment. En dan bedoel ik met verkeerd, bedoel ik niet verkeerd verkeerd. Maar niet de mensen die bij jou op dit moment aansluiten. Misschien wel op het spirituele. Dat je op je bewustzijnspad aan het komen bent. En dat je eigenlijk je omringd wil voelen tussen gelijkgestemden. Misschien ga je wel op retraites. Wauw. Nou, lieve stier. Mooi. Tweelingen, wat is er voor jullie? Ik ga kijken. Tweelingen. Oh, 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 dat zijn er veel te veel. Wat is er voor de tweelingen? Wat mag je weten? Wat moet je weten? Is er iets wat er op je pad komt? Hij valt om, ik moet hem hebben. En er komt er nog eentje. Ze liggen allebei, ze klappen om. Je wil onafhankelijk zijn. Het kan zijn dat je van plan bent om een eigen winkel te gaan openen. Een webshop, dat je online vanuit huis gaat werken. Je wil onder, ik wou zeggen moedersvleugels. Je wil onder de vleugels weg van een werkgever. Je wil niet in het systeem. Je wil eruit, je wil het voor jezelf. En er komt een nieuwe seksuele partner op je pad. Nieuw betekent dat er al eentje was. In dit geval voel ik dat zo. Misschien ben je jezelf op dit moment gewoon aan het, ja, hoe zal ik het zeggen, aan het vrijlaten. Dat je je niet wil committen. Dat heeft te maken met dat onafhankelijk willen zijn. Geen gedoe. Geen gedoe in liefde en relaties, maar wel gezellig en fijn. Friends with benefits. Wat zeggen de rondjes? Wat zeggen de rondjes? Hij klapt al om, ik pak hem. Mais. Er is een gedoetje met familie en vrienden. Misschien zit je wel in een familiesysteem op slot. Dat je verplichtingen hebt met feestjes, verjaardagen, oppassen. Dat je je op een bepaalde manier moet gedragen. Dat je je rol meteen onmiddellijk voelt zodra je ergens bij familie binnenkomt. En dat je uit dat systeem wil. Je wil zelfstandig opereren. Je wil helemaal niet vastzitten. Je wil niet zijn zoals men verwacht dat je moet zijn. Er zijn een paar dingetjes die op je pad komen met vrienden en familie. Ik denk dat je een beetje allergisch bent op dit moment. Dat andere mensen vinden dat je het zus moet doen of zo moet doen. Of dat ze met ongewenst advies komen. Oké, we gaan door naar de kreeft. Wat is er voor de kreeft? Ik ben heel erg benieuwd. Wat is er voor de kreeft? Oh, ze vallen er allemaal uit. Wat is er voor de kreeft? Wat is er voor de kreeft? Wat moet je horen, kreeft? Ben je ergens bang voor? Ben je ergens gespannen over? Wat is er voor jou? Deze moet eruit. Je mag iemand een kans geven. Ik denk dat je last hebt van voorangst. En deze moet eruit. Er komt een telefoontje dat alles verandert. Ik heb het gevoel dat er hier een ex is. Iemand die met jou een relatie heeft gehad, het kan kort geleden zijn, het kan lang geleden zijn, maar iemand die een tweede kans wil. Iemand die een tweede kans wil. Het hoeft niet een liefdesrelatie te zijn. Het kan ook een beste vriendin zijn of een beste vriend. Er is iemand die iets goed te maken heeft, maar iemand die eigenlijk een tweede kans bij je wil. Oké. Je mag diegene een kans geven als je dat zo voelt. Maar diegene wil een tweede kans. Ga je daarvoor? Ik ben heel erg benieuwd. Een kopje.
You should accept valid criticism. Ja, het kan heel goed te maken hebben met feedback. Iemand die kritiek op je heeft gehad. En daar kan de kreeft niet echt heel erg tegen. Want die voelt zich heel snel afgewezen. Maar als je je laat afwijzen, dan doe je eigenlijk aan zelfafwijzing. Maar er is in ieder geval kritiek of feedback, negatieve feedback, positieve feedback. Maar voor jou kwam het in ieder geval als een klap in je gezicht. En het kan heel goed zijn dat dat die persoon is die jou gaat bellen. En die jou gaat uitleggen hoe het bedoeld is. Zodat je het niet in je kreeftengevoeligheid te veel een eigen leven gaat laten leiden. Wauw. Ja, er staat hier heel duidelijk dat je die kritiek mag accepteren. Zie het als groei, lieve kreeft. Zie het als groei. De leeuw. Wat is er voor de leeuw? Ik wil het kort houden, lieve tekens. Maar het lukt niet altijd. Dus ik hou het echt maar bij 3 kaarten. Want het zegt genoeg. Wat is er voor de leeuw? Wat moet je horen, leeuw? Oh, je mag de ballast van je schouders gooien. En misschien wil je ook voor de andere leeuwen die bezig zijn met voeding en met gewicht. Maar dat je tegelijkertijd overdrijft in het willen afvallen. En dat je zo fanatiek bent om naar de sportschool te gaan of op een andere manier in een dieet zit. Dat eigenlijk ook niet gelukkig maakt. Maar er zijn hier ook leeuwen die mogen de ballast van hun schouders gooien. Want je neemt alle apen op de schouder van anderen. Geef ze terug. Laat ze bij wie ze horen. Jij hebt ook een leven. Jij hebt ook een leven. Je neemt te veel zorg van anderen op je schouders. Deze moet eruit. Kijk nou eens. Je hebt te maken met iemand die niet gaat veranderen. Nooit. Dit zou wel eens die persoon kunnen zijn die al die apen bij jou neerlegt. Iemand die zo ongelooflijk groot beroep op jou doet elke keer. En je durft eigenlijk geen nee te zeggen. Het kan een familielid zijn, het kan een partner zijn. Maar er wordt zo op jou geleund, dat je eigenlijk niet toekomt aan je eigen ruimte. De ruimte die je nodig hebt voor jezelf. Laat de ballast weg en laat iemand zijn eigen dingen opzoeken. Deze moet eruit. Er is teleurstelling over een... hoe zeg ik dat? Ik moet het vertalen. Je krijgt een teleurstelling te verwerken van een romantisch iemand of van een romantische liefde of een vriend. Ja, het kan heel goed zijn dat jij eigenlijk al een tijdje probeert om eindelijk van die apen van je schouder af te komen. Ik denk dat er 1 persoon in het bijzonder is die jou daarmee belast. En dat je daardoor ook teleurgesteld bent, want diegene houdt er niet mee op. Diegene hoort het wel, maar luistert niet. Negeren, lieve leeuw. Ga negeren. Niet meer uitleggen. Als iemand het niet wil horen, dan kan die het ook niet voelen, kennelijk. Dan moet hij het maar voelen, bedoel ik. Maagd, wat is er voor jou? Ik begin bij de rondjes dit keer. Wat is er voor jou? Korte boodschap, hij klapt al om. Heart, love, deep affection en caring. Wauw, je bent in goede handen. Dat heeft met iemand anders te maken. Iemand beschermt jou, iemand verzorgt jou. En dat zou wel eens een hele lieve partner kunnen zijn of een partner die op je pad gaat komen. Iemand die werkelijk ziet wie je bent. Iemand die weet wat je nodig hebt, omdat diegene luistert. Wauw. Zorg en liefde en affectie. Ja, het heeft te maken met iemand die op je pad komt of iemand die al met jou is. Je bent in goede handen, dat is wat ik doorkrijg. Kijk nou eens, en je wordt beschermd. Ook daarin ben je in goede handen. Er is iemand die jou verzorgt. Het lijkt wel een engel op aarde. Wauw. Je wordt enorm, ja, je wordt zo enorm in de veiligheid gezet.
Dat is geen Nederlands, maar je snapt wat ik bedoel. Het lijkt wel alsof je in een soort plusje warm nest zit. Prachtig, prachtig, Maagd. Oh, Maagd, wat fijn. Deze moet eruit. Er komt een verandering van woonsituatie. Misschien ga je wel bij die persoon wonen. Het kan ook zijn dat er iemand is op dit moment of ergens in deze periode die jou tijdelijk opvangt omdat je een huis uit moet of omdat je zit te wachten in een in-between van een vorig huis naar een nieuw huis. Je wordt enorm vertroeteld. Het kan zijn dat je bij een oud-tante, misschien is het familie, je wordt ergens enorm in de watten gelegd ook. Beschermd, je hebt het warm, je wordt vertroeteld, er wordt goed voor je gezorgd. Maar het heeft te maken met een woning. Het heeft te maken met een woning. Nou, Maagd, fantastisch. De weegschaal. Wat is er voor jou, lieve weegschaal? Wat mag je horen? Wat is er voor jou? Wat is er voor de weegschaal? Deze moet eruit. Oeh, er is een stille bewonderaar. Een stille bewonderaar. Iemand die jou op social media checkt. Dat is wat ik zie. Dat is wat ik zie. Maar je weet het niet. Je hebt geen idee. En er zijn mensen die willen dat je aansluit. Ik heb het gevoel dat er hier een weegschaal is die wat lonely is. Iemand die lonely in de zin van niet omdat je dat naar vindt, maar iemand die zich terugtrekt. En dat kan ook een tijdelijk iets zijn. Mensen missen jou. Misschien wel bij de tennisclub, bij de sportclub, in een sportschool. Kan ook. Het kan overal zijn. Ga mee een drankje drinken als je weer zin hebt. Hoeft niet, alles mag. Maar dan weet je in ieder geval dat er mensen zijn die jou missen. Misschien heb je al een tijdje niks van je laten horen naar een specifiek persoon. Deze moet eruit. Eagle. Ja, er zijn wat probleempjes. Er zijn wat obstakels die op je pad komen. En misschien is dat ook wel de reden dat je eens eventjes het lekker klein houdt. Dat je lekker bij jezelf blijft. Kort en overzichtelijk. En dat je rust en ruimte creëert voor jezelf. Want je hebt wat obstakeltjes, maar je komt daar vliegend doorheen. Letterlijk. Je komt daar vliegend doorheen. Omdat je weer energie aan het opdoen bent voor jezelf. In een rustiger periode waarin je echt even achterover zit. Om te kijken, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? Je hebt obstakels die je gaat overwinnen. Wauw. Ik ben heel erg benieuwd wie die stille bewonderaar is. Ja, daar kom je achter. Het zou zomaar eens op je werk kunnen zijn. Maar of dichterbij en om de hoek. Dat zeg ik ook niet voor niks. Alles wat er uit mijn mond komt, hoort bij de reading. Schorpioen. Wat is er voor jou, schorpioen? Wat is er voor jou? Wat is er voor de schorpioen? Kijk eens, hij valt al. Er vallen er twee. Ik moet ze hebben. Je bent bezig met je ex en er is sprake van concurrentie. Oeh, ik heb het gevoel dat je te maken hebt met een ex die weer in een nieuwe relatie aan het gaan is. En dat het heel erg moeilijk wordt om nog contact te houden met je ex waar je op zich op goede voet mee staat en waarbij er best wel liefde is. Maar in de dagelijkse praktijk zijn jullie niet samen. Maar op een of andere manier lijkt het wel, nu er een nieuwe relatie op komst is, dat je eigenlijk gaat beseffen wat je mist en wat je zou willen hebben. Hebben. Het klinkt willen bezitten. Maar je realiseert je veel meer nu er een ander op komst is en die ex die gaat minder aandacht aan je besteden. Sorry dat ik het moet zeggen. Je ziet het ook als concurrentie, want je krijgt die aandacht van die ex niet meer. Jij gaat ook weer door op je pad, schorpioen. Nest, kijk nou eens, het is ongelooflijk, het lege nestsyndroom. Het kan te maken hebben met die ex. Ik heb het gevoel dat jullie samen heel veel leuk
ja, een vriendschap hebben. Een vriendschap hebben na de relatie. En dat diegene steeds meer van jou verwijderd wordt, omdat hij of zij, man of vrouw, een nieuwe relatie krijgt. En je voelt je dan een beetje alleen achtergelaten. Hé, wat vind ik dat nou naar? Het heeft ook te maken met emotionele veiligheid. Je was zo verbonden met deze ex. Je hebt zoveel met deze persoon gedeeld. En diegene die gaat dat nu doen met iemand anders. En dat voelt zo verlaten. Sorry, schorpioen. Ik kan daar niks anders van maken. Boogschutter, wat is er voor jou? Het voelt heel triest. Ja, boogschutter, wat is er voor jou? Deze moet eruit. Tortoise, tortoise. Ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt, een schildpad. Ja. Het is belangrijk, lieve boogschutter, dat je langzaam maar zeker vooruit komt. En dat je dus niet sneller gaat dan dat je wil. Je hebt ook je pijlen ergens opgericht, maar je bent afhankelijk van anderen om het te kunnen realiseren. Dat is wat ik heel erg duidelijk doorkrijg. Ja, je kan niet, je bent wel vooruit te branden, maar je wilt sneller dan je kunt. En dat gaat niet in dit proces. Heb geduld, neem de tijd, stapje voor stapje. Je bent nogmaals afhankelijk van anderen. Ja, heel duidelijk. Maar je komt wel vooruit. Je boekt meer resultaat als je het serieus en rustig aanpakt. Dat is wat ik hier zie liggen. Je wil het te snel, je wil het binnen een week geregeld hebben. Kan niet, gaat niet. Ik heb het gevoel dat er iets nog niet beschikbaar is. Je hebt een heel duidelijk intuïtief gevoel. Gebruik dat. Gebruik dat. Ik denk dat je het ook wel weet. Dat je ongeduldig bent. En dat je te snel iets voor elkaar wil krijgen. Maar dat kan gewoon niet. Hè? Een kip moet ook garen. Ik wil nog een kaart. Je bent onzeker. Dat is ook de reden dat je bang bent om hetgene wat je voor ogen hebt, om het te verliezen aan iemand anders of aan iets anders. Of überhaupt om het te verliezen. Je bent bang dat het vervaagt, dat het mistig wordt en dat het verdampt. Maar je bent onzeker. Er is hier een boogschutter die heel erg twijfelt omdat je zo onzeker bent. Ja, je wil het maar beter binnenhalen. Je wil het binnenhalen. Wat het dan ook is, ik weet niet wat het is. Ik weet niet waar je mee bezig bent. Je wilt iets binnenhalen, liever vandaag dan morgen, zodat je zeker weet dat het niet wegloopt van je. Maar het loopt sneller van je weg als jij snel zo doet. Misschien wil diegene zich nog niet laten vangen als het over een ander persoon gaat. Rustig aan. We gaan naar de steenbok. Wat is er voor de steenbok? Ik ben heel erg benieuwd. Wat is er voor de steenbok? Oeh, hij valt al. Ook, het is ongelooflijk. Ik doe hem terug in de stapel, in het dek. Er is hier een steenbok en die heeft een heel duidelijke intuïtie. Die antenne staat enorm uit op dit moment. Je voelt dingen aan. Je vangt prikkels op, signalen. Je kijkt, je observeert. Vertrouw op je gevoel. Je hoeft niet te twijfelen. Wat je ziet is werkelijk wat je ook... Ja, wat je... hoe wil ik dat zeggen? De dingen die je om je heen ziet en het gevoel wat je daarbij hebt kloppen als een bus. Ook al is het niet altijd leuk en zou je het liever niet willen zien op die manier. Maar je bent niet gek en je ziet het goed. Je ziet het goed. Je ziet goed en je gevoel klopt. Voorzichtig zijn. Je bent zo sensible, moet ik dat zo zeggen, sensitive, dat het gevaarlijk kan zijn om je uit te laten. Niet alles wat je ziet en voelt en wat je intuïtief dus heel erg puur aanvoelt, kun je ook benoemen.
Want een ander kan daar heel erg van schrikken. Laat het maar even. Laat het maar even. En ook dat voel je aan. Ook dat voel je aan. Ja, want het is bijna eng wat je soms kunt voelen en wat er ook uit gaat komen. Steenbok toch. Steenbok, ja. Ja, sommige dingen kun je niet hardop zeggen. Oh, alle kaarten die floepen meteen uit mijn handen. Ja, het is heel bijzonder dit. Je kunt niet alles hardop zeggen. En dat heeft te maken met jouw enorme, sterke, intuïtieve gevoel op dit moment. Er komt een jongere man. Er komt een jongere man in je energie. En dat zou zomaar een relatie kunnen worden van je. Wat voor relatie dan ook. Het kan ook iemand zijn die jou verder helpt op je spirituele pad. Iemand die ook heel erg intuïtief is. En die ook in die ontwikkeling zit. Er is hier een steenbok die zich ook afvraagt van ja, wil ik het onderdrukken of wil ik het ontwikkelen? Want ik vind het ook lastig en ik vind het moeilijk, want ik zie dingen of ik voel dingen. Er komt iemand op jouw pad. Ik heb het gevoel dat het zou wel eens een leraar kunnen zijn. Misschien in de Tao, ik weet het niet. Ik weet het niet. Oké, lieve steenbok, we gaan naar de waterman. Wat is er voor de waterman? Hij valt al. Het is tijd voor rust. Het is tijd voor vakantie. Achteruit zitten. Ik heb wel het gevoel dat het te maken heeft met de zon. Je hebt zon nodig. Het kan ook zijn dat je een vitamine D tekort hebt. Check dat eens even. Ik weet niet of daar testen voor zijn. Er heeft hier een waterman iets met vitamine D. Ja, het kun je kopen overal, maar je kan het ook op doktersrecept krijgen. Dan is het een zwaardere. Deze moet ik hebben, die valt om. Let op je dromen. Kan heel goed zijn dat er rust in voorkomt. Dat er iets is in die dromen die jou ergens op wijst. Je krijgt een negatief advies van een vriend of een dierbare en daar zit je helemaal niet op te wachten. Er is iemand die jou betuttelt. Iemand die jou eigenlijk op een andere gedachte wil brengen terwijl je zo zeker was van jezelf. Lieve waterman, je was zo zeker van jezelf over iets. Ik weet niet welk thema er speelt, welke situatie het betreft. Maar er is iemand die probeert om jou daar uit te halen, om jou je raakt daardoor van de leg, je raakt van het padje, want je had er al zo lang over nagedacht. En nou is er iemand die opeens de andere kant daar weer van laat zien, zodat je het niet meer weet. Blijf bij jezelf en ga die vitamine D maar checken. Dat is wat ik zie. We gaan naar de vissen. Hallo vissen, wat is er voor jullie? Wat is er voor jullie? Ben je aan het rondzwemmen? Weet je niet zo goed waar je heen moet? Waarom voel ik dat nou? Alles wat er uit mijn mond komt, hoort bij de reading. Ik heb een gevoel dat er een vis een beetje doelloos aan het rondlopen is. Met de ziel onder de arm. Deze moet eruit. Je krijgt een advies van een vriend. Ja, ik weet niet of je het fijn vindt. Ik heb het gevoel dat er iemand is die jou een beetje de les probeert te lezen. Maar het kan ook zijn dat uiteindelijk, dat je daar wel blij mee bent. Dat je er eerst geen oren naar hebt en daarna wel. Want je loopt een beetje doelloos. Er is iets waar je over piekert. Ja, een beetje met je ziel onder je arm. Dat is wat ik voel. Wat is er voor de vissen? Er komt een samen zijn binnenkort. Kan heel goed zijn dat die vriend ziet dat je aan het lijden bent met een ei. Je lijdt ergens onder. En die vriend wil met je praten om te kijken of die je kan helpen.
geld. Is dat je probleem, vissen? Daar gaat er veel geld weg. Dus ja, ik zeg altijd het wegsluizen, omdat het ook echt zo'n sluis is. Er is hier een vis die financiële problemen heeft. En daar top je over, want je weet niet hoe je eruit moet komen. Ga met die vriend aan tafel. Misschien kan die zelfs wel financieel helpen. Nou, lieve tekens. Volgens mij heb ik jullie allemaal gehad. Ja. Ja, ik zit een beetje met jou, vissen. Vind het erg. Er is hier een vissen met financiële problemen. Probeer hulp te accepteren. Het kan zijn dat je eigenlijk daar te ijdel voor bent of te arrogant voor bent. Dat je het niet wil, maar je ontkomt er niet meer aan. Want je gaat jezelf in de nesten werken. Nou, lieve tekens, dit waren best wel pittige boodschappen. Succes!